Geef ik nu het woord aan de heer Jetten namens D66. Voorzitter, de dividendbelasting wordt door dit kabinet toch niet afgeschaft. En dat vindt D66 verstandig. Zoals al eerder gezegd staat de fractie van D66 voor het totaalpakket, het regeerakkoord. Maar dat betekent niet dat we idolaat zijn van alle voorstellen. Zo waren wij nooit voorstander van de afschaffing van de dividendbelasting. Maar afspraak is afspraak. En wil je iets anders, dan moet je alle vier willen bewegen. D66 wilde dat al eerder. Het is verstandig dat dit kabinet die beweging nu ook maakt. Realistisch en bereid tot aanpassingen als de actualiteit daarom vraagt. Nederland aantrekkelijk maken kan namelijk via tal van maatregelen. Niet alleen via het afschaffen van de dividendbelasting, waarbij het geld vooral gaat naar buitenlandse aandeelhouders van een paar multinationals. Maar op een slimmere manier, zodat geld naar alle bedrijven van Nederland gaat die zorgen voor banen en innovatie. Toen Unilever op 5 oktober liet weten voorlopig niet het hoofdkantoor te verplaatsen naar Rotterdam, begonnen ook eerdere voorstanders van de maatregel te twijfelen. Het kabinet besloot tot een heroverweging. Een verstandige, maar ik denk ook onvermijdelijke keuze. En voorzitter, het is dan ook goed dat het kabinet vandaag een pakket aan de Kamer voorlegt waarin andere accenten worden gezet. Een pakket dat ten goede komt aan alle bedrijven, waaronder specifiek ook het midden- en kleinbedrijf. Want voorzitter, deze coalitie heeft veel prioriteiten. Onderwijs en innovatie, aanpak van belastingontwijking, lagere lasten voor mensen en extra investeringen in zorg, klimaat en defensie. Maar een goed vestigingsklimaat en investeringsklimaat is ook een prioriteit van dit kabinet. Dus ja, bedrijven gaan minder vennootschapsbelasting betalen. Er gaat meer geld naar het MKB, meer geld naar innovatie. Dit pakket verlaagt de werkgeverslasten op arbeid. Er komt een overgangsregeling voor expats van 2 jaar. En we houden de afspraken uit augustus, zoals extra geld voor woningbouwcorporaties en een extra portefeuille voor kleine ondernemers, overeind. En voorzitter, juist die nadruk op het MKB, de kleine bedrijven die iedereen kent, vind ik zo belangrijk. En dit kabinet was er al voor alle bedrijven. En dit kabinet geeft nu, met dit nieuwe pakket, een glashelder signaal af. Zonder het midden- en kleinbedrijf komen we in dit land nergens. Dank u wel. Meneer Asscher. Voorzitter, had D66, had de heer Jetten niet juist in het kader van het vestigingsklimaat ook liever wat meer geld aan het onderwijs besteed, nu dat nieuwe pakket werd samengesteld? Meneer Jetten. Nou voorzitter, ik ben blij dat we met deze coalitie ervoor hebben gekozen om fors te investeren in de publieke sector. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de verpleeghuiszorg, in defensie, in de veiligheid van ons land. Ik ben ook blij dat we met dit kabinet ervoor hebben gekozen om te zorgen voor lastenverlichting voor huishoudens. Maar het is wat mij betreft niet of-of, het is wat mij betreft en-en. Naast investeringen in die publieke sector moeten we er ook voor zorgen dat Nederlandse bedrijven, van de bakker om de hoek tot de grote MKB'er en een aantal grote bedrijven, dat die ook blijven investeren in Nederland, dat die zorgen voor werkgelegenheid, want dat is uiteindelijk goed voor iedereen. De heer Asscher. Maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was, u ging opnieuw afspraken maken over die kleine 2 miljard euro. We weten allemaal dat voor het vestigingsklimaat goed onderwijs ontzettend belangrijk is. Mijn vraag was, had u niet liever een deel van die 2 miljard besteed aan extra geld voor het onderwijs? Nou, voorzitter, ik heb net ook gezegd, afspraak is afspraak. Dus wij hebben met de coalitie afgesproken waar we bepaalde investeringen in doen. Als wij nu op het gebied van onderwijs een enorme tegenvaller of meevaller hadden gehad en een groot deel van het geld was vrijgevallen van die 1,9 miljard voor onderwijs en innovatie waar D66 keihard voor heeft gestreden, dan had ik ook niet geaccepteerd dat dat in een ander pakket terecht was gekomen. En daarom snap ik ook dat als je afspraken maakt over versterking van het vestigingsklimaat in Nederland en je doet dat in eerste instantie via de maatregel dividendbelasting en je komt daarop terug, dat je dan naar andere manieren gaat zoeken om dat vestigingsklimaat te versterken. Dat is uiteindelijk ook goed voor heel Nederland, want die bedrijven die zorgen voor banen, die bedrijven die zorgen ervoor dat mensen zekerheid hebben. En die bedrijven betalen uiteindelijk ook belasting waarmee wij weer meer kunnen investeren in het onderwijs. De heer Asscher. Voorzitter, Alexander Pechtold zei vanaf die plek, ik had het geld liever uitgegeven aan het onderwijs. Mijn vraag ging daarover of dat voor het huidige D66 ook geldt. En ik concludeer uit het antwoord dat ik krijg dat het niet eens geprobeerd is. Het is niet eens in de onderhandelingen gebracht. Dat vind ik ontzettend jammer, want ik zou het heel mooi vinden als er juist nu er een nieuwe afspraak komt, het regeerakkoord wordt opengebroken, extra geld voor het onderwijs kunnen vinden. Want de nood is er hoog, er dreigt een lerarentekort van 11.000 mensen. En ik denk dat het voor ons vestigingsklimaat van het allergrootste belang is.
Dus ik vind het heel jammer dat blijkbaar D66 die wens heeft losgelaten en er ook niet voor heeft gepleit in de onderhandelingen. Nou, voorzitter, prioriteit 1 blijft voor mij, voor D66, natuurlijk altijd extra investeren in onderwijs. Ik ben er dan ook trots op dat na jaren van kaalslag in het onderwijs het dit kabinet wel lukt om meer te investeren in het onderwijs. Maar ik zal altijd samen met de heer Asscher blijven strijden voor extra investeringen in het onderwijs. En ik denk dat de belangrijkste opgave die we nu met elkaar hebben is ervoor zorgen dat het extra geld dat we daar al voor vrij hebben gemaakt, dat het ook terecht komt in de klassen, bij de docenten, bij de leraren, bij de kinderen in die klassen, bij de studenten. En volgens mij is dat de opgave waar we samen voor staan de komende tijd. En ik hoop dat mijn woordvoerder onderwijs, Paul van Meenen, de woordvoerder van de PvdA, de komende maanden vindt als we de begroting OCMW behandelen om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt. Tot slot, als het prioriteit nummer 1 is en je maakt nieuwe afspraken over 2 miljard euro, is dan heel raar om te veronderstellen dat je op zijn minst een poging doet, en misschien is het niet een miljard, maar wordt het een kleiner bedrag, om voor prioriteit nummer 1 wat te doen. Omdat mensen anders denken, dan blijkbaar was het dan misschien toch niet prioriteit nummer 1. Dus ik ga de uitnodiging neem ik graag aan voor de komende maanden. Dat schept verwachtingen. Maar ik vind het jammer en merkwaardig om te constateren dat blijkbaar, als het regeerakkoord is opengebroken, die prioriteit, het onderwijs, even minder belangrijk is. Maar voorzitter, de heer Asscher deed dat net ook al een aantal andere interruptiedebatjes. Probeert de hele tijd een valse tegenstelling tussen de publieke en de private sector te creëren. Dit kabinet doet haar grootste investering in de publieke sector. Maar dit kabinet kiest er ook voor om het vestigingsklimaat in Nederland te versterken. Omdat die bedrijven, en ik zei net al van de bakker om de hoek tot een grote MKB'er, zorgen voor extra werkgelegenheid. En voorzitter, het was de heer Asscher die volgens mij bij de algemene politieke beschouwingen vorig jaar ook zei. Natuurlijk, hè, en dat vond ik, waardeerde ik heel erg dat hij dat vanuit de linkse oppositie als een van de weinigen ook aangaf. Natuurlijk moeten we ook het investeringsklimaat in Nederland verbeteren. Alleen ik vind de dividendbelasting een hele onverstandige maatregel. Dat misschien niet uw exacte woorden, maar dat was uw boodschap. En dan denk ik, had ik eigenlijk verwacht dat de heer Asscher hier vandaag vooral een compliment aan het kabinet zou maken. Wat fijn dat u tot het inzicht bent gekomen dat we niet de dividendbelasting moeten afschaffen, maar dat we op andere manieren moeten investeren in ons investeringsklimaat. En voorzitter, ik hoop eigenlijk bij de behandeling van het belastingplan ook een inhoudelijke reactie van de Partij van de Arbeid horen op al die voorstellen die er nu in zitten. Voor lagere lasten voor MKB'ers, lagere werkgeverslasten op arbeid en extra geld voor innovatie. De heer Azarkan. Voorzitter, toch even, want ik werd nu wel even aangesproken. Ja, een korte reactie, want anders wordt het inderdaad een één op één. Ja, het vissen naar complimenten, dat zit blijkbaar in de functieomschrijving. Bij deze, heel fijn dat dat was wat we hoorden, dat de dividendbelasting niet wordt afgeschaft. Complimenten daarvoor. Dank u. Geweldig dat u tot dat inzicht bent gekomen. Maar mijn verzoek was meer geld voor het onderwijs. En wel nu. Dan ga ik naar de heer Azarkan. Voorzitter, de heer Jetten die omschrijft de dividendbelasting als iets waarvan hij niet idolaat was. En mijn vraag aan hem is hij idolaat van de keuzes die nu gemaakt worden, van alle keuzes? Nou, voorzitter, als ik het pakket dat gisteravond naar ons toe kwam leg naast het regeerakkoord, dan vind ik dit een veel slimmer pakket. Je ziet dat we in de volle breedte investeren in het Nederlandse bedrijfsleven. Met een verlaging van de vennootschapsbelasting voor zowel het lage tarief als het hoge tarief. Er wordt een extra verlaging op de werkgeverslasten doorgevoerd. Er komt extra geld voor innovatie. Volgens mij is dit een heel verstandig pakket wat er ligt. Als ik dat leg naast het pakket dat uit het regeerakkoord kwam, dan denk ik, we hebben echt weer een stap vooruit gezet met elkaar. De heer Azarkan. Ik concludeer dat het antwoord ja is. Ja. Okay. Dat had gekund zo dan. Was dat al sneller gegaan? Nou, ik denk, ik leg het even uit, want wij hebben het vanavond toch amper over het pakket gehad. Vind ik toch zonde als het kabinet daar gisteren zo hard aan heeft gewerkt. Nee, het is goed dat u vertelt wat u wilt vertellen. Maar ik stelde een ja-nee vraag. En u zegt, ik ben er idolaat van. Ik vind dat nogal wat als D66 dus ook instemt met dit pakket. Waarmee we eigenlijk ten opzichte van onze omringende landen de winstbelasting enorm gaan laten verschillen. En ik vraag aan de heer Jetten of hij dit rechtvaardig vindt dat andere landen straks ons zullen volgen. Dat wij degene zijn hier in Nederland die race naar de bottom hebben een nieuwe leven hebben ingeblazen. En dat daardoor dus eigenlijk andere samenlevingen minder belastingen gaan krijgen. Wat vindt de heer Jetten daarvan? Nou, voorzitter, laat ik daar 3 dingen over zeggen. Ten eerste, naast dit pakket pakt dit kabinet ook belastingontwijking, brievenbusfirma's, et cetera, keihard aan. We hebben zelfs van de OESO een compliment gekregen hoe Nederland daar nu in voorop loopt. Dus dit kabinet maakt werk in het voorkomen van belastingontwijkingen, dat bedrijven in andere landen niet eerlijk hun belasting betalen. Ten tweede, die race to the bottom zie ik eigenlijk niet zo sterk als dat een aantal van u dat vanavond wel heeft geuit. Want er zijn gewoon al landen in Europa die onder het Nederlandse tarief zitten. Ook met de verlaging die nu in dit pakket zit, zijn we niet de goedkoopste in Europa. Bovendien, landen als België, Frankrijk werken allemaal toe richting 20% in dat hoge tarief. Dus we moeten ook niet overdrijven dat er nu zo'n race to the bottom is ontstaan. En voorzitter, tot slot,
Mijn partij is altijd voorstander geweest van een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting binnen de Europese Unie, om ook te voorkomen dat Europese lidstaten elkaar uiteindelijk gek maken. En wat mij betreft, ik hoop dat er ooit zo'n minimumtarief komt om de risico's die u ziet, de extreme daarvan te voorkomen. Ja, voorzitter, dat is echt een heel bijzonder antwoord. Ik stel de vraag of die nou als leider van D66, die staat voor ook een internationale orde, waarin bedrijven de belastingen betalen die ze echt moeten afdragen. En als dan dreigt dat wij in Nederland een enorme afstand hebben ten opzichte van onze omringende landen, is dat die zegt, ja, maar die zijn dat ook van plan. En bovendien, voorzitter, we hebben in Nederland, daar gaat 4500 miljard per jaar gaat door onze brievenbusfirma's. Het werd ook tijd dat we dat gingen aanpakken. Ja, hartstikke goed dat we dat doen. Maar dat is natuurlijk geen rechtvaardiging voor deze stap. En ik vraag nog een keer aan de heer Jetten. Vindt u het rechtvaardig dat wij in Nederland, onder aanvoering van D66, die idolaat is van deze maatregel, dat wij degene zijn die voorop gaan in die race to the bottom? Nou, voorzitter, de heer Azarkan moet mij nu geen woorden in de mond leggen. Ik heb gezegd dat dit pakket slimmer is dan het pakket dat er lag. Ik heb gezegd, we pakken belastingontwijking hard aan. Ik ben blij dat we het daarover eens zijn. En we kiezen er nu voor om het Nederlandse bedrijfsleven te versterken met een beperkte verlaging van de lasten, extra geld voor innovatie, lagere werkgeverslasten op arbeid. Volgens mij dus een heel verstandig pakket om ervoor te zorgen dat al die bedrijven die we in dit land hebben, zorgen voor werkgelegenheid. De heer Varaan. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de heer Jetten zegt dat pakket maatregelen gaat naar alle bedrijven. Dat is duidelijk. En dat is mede naar aanleiding van een nieuw feit, hè, dat kan, namelijk dat Unilever niet komt. En dan zijn er twee nieuwe andere feiten gekomen in dit tussenliggende tijd. De Urgenda-uitspraak en het IPCC-rapport, wat eigenlijk weer een keer de urgentie van de klimaatverandering, of van de klimaatmaatregelen benadrukt. En mijn vraag is, ziet de heer Jetten nou ruimte om dat pakket wat nu voor ligt toch wat meer richting fiscale vergroening te duwen in plaats van een generieke lastenverlichting voor alle bedrijven te doen? Voorzitter, de heer Van Raan en ik vinden elkaar altijd als het gaat om ambitieus klimaatbeleid. Ik ben ook blij dat dit kabinet naast lastenverlichting ook sterk inzet op vergroening van het belastingstelsel. Dat is vanavond in het debat ook een beetje vergeten. En toen ik gisteravond, ik denk dat het Nieuwsuur was, zag, was ik eigenlijk heel erg blij met de woorden van de voorzitter van MKB Nederland. Want die zei, dit pakket maakt het voor ons als MKB'ers makkelijker om bij te dragen aan die vergroening. En ik geloof heel erg in een ambitieus klimaatbeleid dat we samen met het bedrijfsleven voor elkaar gaan krijgen. De heer Varaan. Voorzitter, blij met het antwoord. Dat betekent dat we binnen niet al te korte tijd misschien kunnen kijken wat deze maatregelen nou gedaan hebben. Of dat inderdaad heeft bijgedragen aan de vergroening en dat we elkaar dan weer tegenkomen als het toch onverhoopt niet snel genoeg mag gaan. De heer Van Rooyen. Ja, voorzitter. Er ligt nu een pakket voor waar de Kamer over moet gaan beslissen. Vindt u niet, meneer Jetten, dat het kabinet alsnog ook zou kunnen kijken, en uw fractie dus ook, naar de bezuiniging voor arbeidsongeschikten? 200 miljoen bezuiniging door strengere BIA-eisen. Is dat niet iets waarvan u zegt, dat had ik kunnen doen, of daar ben ik nog serieus van plan om wat in te brengen? Want alles ligt nog open. 2 miljard snoep ligt er op tafel. Gisteren zijn de snoepjes uitgedeeld, met alle vier nog een extra snoepje. Maar is dit niet iets wat hoge prioriteit zou moeten hebben? De heer Jetten. Nou, voorzitter, we spreken vanavond over de brief die we gisteravond van het kabinet hebben gekregen. Ik ga ervan uit dat alle specialisten bij de behandeling van het belastingplan echt de diepte in zullen gaan. En wellicht ook heel veel tegenvoorstellen van andere partijen zullen beoordelen. En volgens mij was het vorige week dat de minister van Sociale Zaken al aan uw Kamer, of aan ons allen, heeft toegezegd dat hij met werkgevers en werknemers in gesprek gaat over dat belangrijke thema dat de heer Van Rooyen ook noemt. Dus ik kijk uit naar wat die gesprekken van de minister opleveren. Dank u wel. Ja. Ik zie nog één collega. Oh, ik dacht al. De heer Klaas. Voorzitter, ook even nog vanuit deze zaal felicitaties aan collega Jetten, dat hij hier vandaag als fractievoorzitter staat. De heer Jetten had het zojuist over de tarieven van de winstbelasting en hoe die onder druk staan in Europa. Ja, dat is de winstbelasting. Ja, dus hoe ziet dat eruit? Ik vroeg me af, naar welke landen kijkt hij dan als concurrenten voor Nederland? De heer Jetten. En hoe laag liggen die tarieven dan? Nou ja, kijk, voorzitter, concurrenten, volgens mij moet je vooral kijken hoe je ervoor zorgt dat Nederland een aantrekkelijk land is voor bedrijven om zich te vestigen. Hoe je ervoor zorgt dat bedrijven die hier al zitten meer kunnen investeren in werk en in innovatie. Nou, België, Frankrijk zijn landen die hebben gezegd, wij gaan richting de 20%. Dat is een hele duidelijke ambitie die ook door de heer Macron, waar u groot fan van bent, ook is ingezet. Maar we moeten ons daardoor niet gek laten maken. We moeten denk ik vooral kijken, wat vinden bedrijven in Nederland belangrijk? En voorzitter, in dat pakketje dat we dus gisteren
gisteravond vanuit het kabinet hebben gekregen, zitten maar liefst twee voorstellen die ook in de tegenbegroting van GroenLinks zaten. Niet de tegenbegroting van de linkse oppositie, maar de tegenbegroting die GroenLinks zelf heeft ingediend bij de algemene financiële beschouwingen. Dus volgens mij heeft het kabinet ook wederom met uitgestoken hand goed geluisterd naar voorstellen die andere partijen doen. De heer Klaver. Ja, voorzitter, ik vraag hiernaar omdat de heer Jetten zojuist echt zei, we moeten echt oppassen voor die andere landen. Hij heeft het over voornemens. Ik hoor allerlei landen spreken en allerlei voornemens van politieke partijen. Ik kijk naar wat landen doen. In Duitsland geen beweging om de vennootschapsbelasting naar beneden te krijgen. In België op dit moment staat hij gewoon op 26%. In Frankrijk is het gewoon dik 30%. Hetzelfde geldt voor Italië en zo kan ik nog wel een paar landen afgaan. Op dit moment is Nederland een van de landen met de laagste vennootschapsbelasting in Europa. Dus waarom was er nou die noodzaak om het nog verder naar beneden te brengen? Op wat voor wijze wordt Nederland op die manier nog aantrekkelijker? De winsten van bedrijven zijn verdubbeld. Ja. Van 100 miljard naar meer dan 200 miljard. Waarom zouden ze in vredesnaam een cadeau van 4 miljard euro geven? De heer Jetten. Ja, voorzitter, dat cadeau van 4 miljard had de heer Klaver daar straks ook al over. Volgens mij klopt dat echt van geen kant. Dus ik hoop dat de staatssecretaris straks ook even kan uitleggen dat we onder de streep niet een cadeau van 4 miljard aan het bedrijfsleven geven. Juist omdat we allerlei fiscale maatregelen, constructies aanpakken. Juist omdat we fiscale vergroening ook doorvoeren met dit kabinet. Dus laten we zometeen even van de staatssecretaris horen wat het correcte bedrag is. En voorzitter, nogmaals, ik heb net ook gezegd, D66 is voorstander van een minimumtarief voor de vennootschapbelasting binnen de Europese Unie, zodat we voorkomen dat we elkaar helemaal gek maken. En heel eerlijk, weet je, het Duitse parlement gaat over hoe ze in Duitsland het investeringsklimaat verbeteren. Wij moeten met elkaar hier afspreken hoe we dat voor Nederlandse bedrijven doen. En dan zeg ik nogmaals, als je praat, niet alleen met de grote bedrijven waar de heer Klaver over sprak, maar ook met techniekbedrijven, bedrijven waar de heer Klaver zelf fan van is, groene start-ups die aan het doorgroeien zijn. En je vraagt aan hen, wat vindt u belangrijk om in Nederland te kunnen investeren? Dan zijn het lagere werkgeverslasten op arbeid, is het extra geld voor innovatie en een goede regeling voor experts. Nou, dat zit allemaal in dit pakket, dus de heer Klaver moet hartstikke blij zijn met het pakket dat gisteravond uit het kabinet is gekomen. De heer Klaver. Voorzitter, 1,2 miljard euro gaat naar het verlagen van die winstbelasting. Al die andere bedragen die worden benoemd zijn peanuts. Ging het maar naar het verlagen van werkgeverslasten. Ging er maar meer naar innovatie. Werd er maar meer in onderwijs geïnvesteerd. Dat is goed voor het ondernemingsklimaat. Dat is goed voor die start-ups, voor die scale-ups. Dat is waar die verandering vandaan komt. Dit gaat generiek in het verlagen van de winstbelasting. Terwijl we in Nederland al lang, vergeleken met al die andere landen in Europa, al ontzettend laag zitten. Dit draagt niks verder bij. Dit is het oplossen van een probleem van de VVD. Die wilde dit graag hebben voor het bedrijfsleven. Ze wilden dit cadeau graag geven aan VNO-NCW. En D66 werkt daarmee. Ja, voorzitter, ik wil de heer Klaver uitdagen om vooral ook dit pakket naast het pakket uit het regeerakkoord te leggen. Dan ziet u dat de grootste bedragen van gisteravond vooral gaan naar nieuwe dingen, namelijk verlaging van werkgeverslasten, extra geld voor innovatie, een goede oplossing voor de experts. Dus leg dit naast het regeerakkoord en dit is gewoon een slimmer pakket dan wat er lag. Dan ga ik... Voorzitter. Nee. Laatste opmerking, meneer Van Rooij. Ik zie u staan. U bent net uitgebreid geweest. Ik ga geen rondjes nog een keertje draaien. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jetten. Ja, u was klaar. Ja, ik was klaar. Dank u wel. Spijt me, meneer. Ja, ja. U bent nog niet geweest, de heer Wilders. Nee, meneer Van Rooij. Ja, voorzitter. Ik hoor de heer Jetten spreken over het midden- en kleinbedrijf. En hij zei net, als ik hem goed begrijp, in een bijzin had hij het ook over de bakker op de hoek. En ik zat nog eens naar dat pakket te kijken van gisteren, dus die aanpassing van die dividend. En ik vroeg me af, waar profiteert die bakker op de hoek nou van? Profiteert hij van die verlaging van het VPB-tarief? Of wat zit hierin voor die bakker op de hoek die u net noemde? Van het binnenkleinbedrijf, wat u zelf zegt, dat is zo belangrijk. De heer Jetten. Nou, voorzitter, verlaging van de vennootschapsbelasting in het lage tarief, verlaging van werkgeverslasten op arbeid. En we hebben natuurlijk in de zomer al in het pakket afgesproken dat we ook voor het MKB een extra portefeuille hebben waar de staatssecretaris de komende maanden invulling aan geeft. De heer Wilders. Ja, voorzitter. Helaas is het niet waar wat de heer Jetten zegt. Inderdaad, in het jaar 2021 wordt 200 miljoen besteed voor het verlagen van de werkgeverslast op arbeid. Dus dat is van die 1,9 miljard, dus 200 miljoen peanuts. En als het gaat om die verlagen van het lage VPB-tarief, daar valt die bakker op de hoek niet onder. Die profiteert daar geen cent van. Die heeft daar alleen maar last van. Wist u dat niet? Heer Jetten. Voorzitter, ik heb juist allerlei MKB'ers gehoord de afgelopen 24 uur die heel blij zijn met dit pakket. En het gaat niet, en in mijn opsomming net ging het van de bakker om de hoek tot bijvoorbeeld een grote installateur met zo'n 50 man in dienst. Bedrijven waar heel veel Nederlanders elke dag met veel plezier naar hun werk gaan. Dit pakket is beter dan het pakket dat er lag. Nee, maar mevrouw de voorzitter, als je ergens naast zit, moet je het gewoon eerlijk kunnen bekennen. En ik hoorde vanmorgen op de radio
Radio 1 was het, geloof ik, bij de heer Boonman, hoorde ik een bakker zeggen, ja, maar ik profiteer daar helemaal niet van. En toen ben ik het dus op gaan zoeken. En inderdaad, wat blijkt nu, gewoon de officiële cijfers van het CBS, dat we hebben in Nederland zo'n 3000 bakkers en 2500 van die bakkers zijn geen rechtspersonen, maar natuurlijke personen. We hebben in Nederland ook een paar duizend slagers en ook 90% van de slagers zijn geen rechtspersonen, maar natuurlijke personen. Dat betekent nu 90% van de bakkers en 90% van de slagers in Nederland geen vennootschapsbelasting betalen, dat ze ook niet profiteren van de verlaging van de VPB. Dus u zit hier te verkondigen dat het ontzettend goed is voor die bakker op de hoek, dit pakket. En ik daag u uit om te vragen hoe dan? En dan zegt u door een lager VPB-tarief van 16-15%, het lage VPB, daar hebben die bakkers niks aan. Daar hebben die slagers niets aan. Ze hebben er alleen maar last van. Voorzitter, in de specifieke voorbeelden die de heer Wilders nu noemt, profiteren die mensen volgens mij wel van de aanpassing van het box 2-tarief, van het totale pakket dat dit kabinet doorvoert, voor lastenverlichting voor huishoudens. Dat is namelijk bijna zo'n 5 miljard die we daarin investeren. Het zal voor elke casus anders zijn, maar nogmaals, voorzitter, dit pakket wat er gisteravond uit is gekomen, is beter dan het pakket dat er lag, namelijk afschaffing van de dividendbelasting die vooral ten goede kwam aan buitenlandse aandeelhouders van een paar grote multinationals. Ja, mevrouw de voorzitter, ik ben Frits Wester niet. Je moet niet iedere keer weer hetzelfde herhalen zonder iets te zeggen. Ik heb u verteld dat het niet komt dat die bakker en die slager daar niet van profiteert. En ik zal u ook nog kort uitleggen waarom ze daar last van hebben. Die bakker en die slager die profiteert niet van die lagere vennootschapsbelasting, want hij betaalt geen winstbelasting, want het is een natuurlijk persoon en geen rechtspersoon. Albert Heijn, die verdient wel aan die lagere winstbelasting. En al krijgt die bakker en die slager krijgt dadelijk te maken, mevrouw de voorzitter, met een hoger laag btw-tarief, dankzij de partij van meneer Jette van 6-9%. En die bakker en die slager, die moet dus die btw-tarief betalen en die moet concurreren met de Albert Heijn en de Jumbo's en de andere grote bedrijven die wel profiteren van die lagere winstbelasting. Door uw keuze om Albert Heijn en de Jumbo wel te laten profiteren van die lagere winstbelasting en die kleine bakker op de hoek niet, die krijgt dat niet, die krijgt wel de hogere btw, gaan ze door uw maatregelen, komen ze in de problemen? Heeft u daar wel over nagedacht? De heer Jetten. Ja, voorzitter, toch nogmaals, en ik denk dat het vanavond ook niet vaak genoeg gezegd kan worden, we schaffen de dividendbelasting niet af. Geld dat zou gaan naar buitenlandse aandeelhouders van een aantal grote multinationals. Nu ligt er een breder pakket dat in de breedte zorgt voor lastenverlaging voor het bedrijfsleven in Nederland. Bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid. We hebben met dit kabinet gekozen voor een lastenverlaging van huishoudens. 5 miljard lastenverlaging. Zelfs de btw-verhoging zit daarbij in. Mensen houden onder de streep uiteindelijk meer over in hun portemonnee. Daar profiteert hopelijk elke Nederlandse ondernemer van. Ja, voorzitter, laat ik afronden. Ja, ik zou de heer Jette willen adviseren om de rest van de tijd dat hij hier als nieuwbakken fractievoorzitter staat, om gewoon toe te geven als je ergens naast zit. Niet nogmaals alsof ik Frits Wester ben 10 keer dezelfde riedel herhalen. U noemde zelf het voorbeeld van de bakker. De bakker en de slager profiteren er niet van. Die hebben er alleen maar last van, omdat ze wel de btw krijgen, moeten concurreren met de Albert Heijn, die wel die winstbelasting krijgt. Die heeft er gewoon niet over nagedacht. U kent uw zaak niet en dat is triest. Mevrouw Marijnsen. De heer Jette begon zijn betoog met te zeggen, ja, D66 wilde dat niet afschaffen van de dividendbelasting eigenlijk al lang. En ik ben blij dat het kabinet dat nu ook wil. En mijn vraag aan de heer Jette is, sinds wanneer is dat precies het standpunt van D66? Want wij hebben uw voorganger toch altijd dat horen verdedigen hier. Nou, voorzitter. Mijn voorganger, maar ook onze woordvoerders hebben nooit een geheim van gemaakt dat wij de afschaffing van de dividendbelasting niet zo'n verstandige keuze was, dat het niet iets was wat wij hadden bedacht. Maar mijn collega's hebben ook altijd gezegd, onze handtekening staat onder een regeerakkoord, een totaalpakket en afspraak is afspraak. Mevrouw Marijnissen. Ja, en desalniettemin zou ik tegen de heer Jette willen zeggen, zijn hier talloze debatten gevoerd, zijn er onderzoeken geweest, zijn er argumenten geweest. Nou, die argumenten wilde u uiteindelijk uw coalitie, want u heeft er wel mee ingestemd. U kunt wel zeggen, ja, het was niet ons idee. U heeft uw handtekening eronder gezet. Dus zo makkelijk komt u hier niet weg. U heeft daarmee ingestemd. Al die argumenten, die telden niet. En kennelijk is er nu een moment geweest, ik vermoed zomaar het welbesproken sms'je, waarop u zei, ja, nee, nu is het genoeg geweest binnen de coalitie, nu wil ik wat anders. Klopt dat?
Nou, voorzitter, ik heb net ook gezegd in het begin van mijn bijdrage, afspraak is afspraak. En als je iets wil veranderen aan zo'n regeerakkoord, dan zullen alle vier de fracties moeten willen bewegen. Dat is de afgelopen weken gebeurd. En het kabinet heeft inderdaad een paar weken geleden op vrijdag gekozen tot heroverweging. En nogmaals, ik vond dat een verstandige keuze van het kabinet. Tot slot, mevrouw Marijs. Ja, ik begrijp dat de heer Jetten herhaalt dat dat een verstandige keuze is. Maar mijn vraag is natuurlijk een andere. Uw handtekening stond even zo goed onder het afschaffen van de dividendbelasting. En het gaat hier ook over de geloofwaardigheid. De geloofwaardigheid van uw coalitie, die dit verdedigde tot in de diepste vezels. Terwijl alle argumenten zoek waren, verdedigde de coalitie het afschaffen van de dividendbelasting. En ik vraag er echt recht op de man af aan de heer Jetten. Wat vindt u zelf dat dit doet met de geloofwaardigheid van uw kabinet? Het is immers een jaar lang verdedigd, tegen alle argumenten en alle onderzoeken in, tegen het verzet van de samenleving in. En nu één besluit van Unilever en we staan vanavond hier. Wat doet dat met de geloofwaardigheid? De heer Jetten. Voorzitter, volgens mij, mensen die vanavond naar dit debat hebben gekeken, die zien hier al urenlang dezelfde vragen en antwoorden voorbij komen. Ik denk dat heel veel Nederlanders denken, verstandig dat het kabinet die dividendbelasting toch niet afschaft. Kunnen we alsjeblieft verder met het regeren van het land? Dan, voorzitter, ik geloof niet dat het aan ons ligt dat hier continu dezelfde vragen en antwoorden, en zeker niet dezelfde antwoorden voorbij komen. U heeft zich redelijk ingehouden met de interrupties, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Volgens mij stellen wij hier continu dezelfde vraag, omdat het antwoord daarop volstrekt ongeloofwaardig is, meneer Jetten. En daar spreek ik u op aan als onderdeel van deze coalitie. Dank u wel. Ja, volgens mij, voorzitter, ik kan nog een keer halen wat mijn standpunt daarover is, maar dat voegt volgens mij niks meer toe. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jetten. Dan geef ik nu het woord aan de heer Segers.